Het bijzondere is dat er uit zoveel verschillende streken van Nederland hier drachten opgesteld staan en allemaal in de trant zoals ze ook gekleed moeten zijn. Klederdracht uit alle windstreken van Nederland, maar vooral ook uit Overijssel. Goed herkenbaar voor de verzamelaar. In Overijssel, daar kun je dus hoofdzakelijk zien aan het feit dat ze knipmutsen en plooimutsen dragen. Nou, als je hier bij dit meisje kijkt, bijvoorbeeld meisjesdracht uit Rijssen, dan zie je dat aan de knipmuts. En dan kun je vaak aan de plooiing zien hoe dat zit. Hiernaast is een hul uit Volendam. En dat is afkomstig uit de 16e eeuwse mode, een latere variant. De fascinatie voor klederdracht begon 50 jaar geleden. De verzameling is inmiddels een van de belangrijkste van Nederland. Vooral de signaalfunctie boeit hem. Je kunt van allerlei dingen eraan aflezen. Ben je in de rouw? Ga je trouwen? Ben je halverwege de rouw? Daar van alles kun je lezen. De signaalfunctie van de kleding is heel belangrijk. Over signaalfunctie gesproken, dit is een trouwkostuum uit Markelo met een doek zoals dat ongeveer in 1860 gedragen werd. Die doek werd na de bruiloft gereserveerd voor als de kinderen kwamen en die werden daarin gedoopt. Aan alles werd gedacht. Het is niet alleen een boeiende, maar ook erg kostbare verzameling die hij met alle liefde heeft geschonken aan Erve Hofland in Hellendoorn. Omdat het een heel mooi stuk volkscultuur is waarvan ik vind dat dat bewaard moet blijven voor het nageslacht. En dat gaat boven de pecunia.